Wat we hier hebben staan is een cobot. En dat staat voor collaboratieve robot. Dus dat is een robot die kan samenwerken met mensen. We hebben al bagageafvalrobots op Schiphol. Die zijn groot en industrieel. Degene die we hier hebben staan is eigenlijk compact en kunnen we naast de band en naast de medewerker zetten. De cobot die we hier hebben staan is de enige robot in de wereld in een bagagehal die ook samenwerkt met de bagagemedewerker. Die robot die pakt de bagage op van de bagageband met een vacuümtechnologie. En met behulp van dat vacuüm kunnen zij eigenlijk tot 80-90% van alle koffers oppakken van de bagageband. En de robot beweegt autonoom naar de bagagekar toe om daar de bagage te laden. Omdat de cobot die we hier hebben staan tot 90% van de koffers kan afhandelen, kunnen we ook de fysieke belasting van de bagagemedewerker tot 90% verlagen. De robot die we hier testen, die testen we om ook te bewijzen dat zo'n robot kan samenwerken met een bagagemedewerker in de bagagehal. En dat doen we samen met de afhandelaar Avia Partner. Ik zie hem heel graag geïmplementeerd worden. Sterker nog, ik kan niet wachten. Ik heb hem nu een aantal dagen mogen meemaken en ik ben gewoon heel enthousiast daarover. Hij doet goed zijn werk. De koffers gaan redelijk snel en ik heb gehoord dat de techniek nog sneller kan in de toekomst. Dus ik ben gewoon heel enthousiast. Dus de testen tot nu toe gaan echt heel erg goed. We zien bijvoorbeeld dat het optillen van de koffers echt super goed gaat met het vacuüm. En we zien ook dat de afhandeling van de band naar de kar eigenlijk ook heel erg succesvol is. En ik hoop dat de volgende stap is dat we de cobotlift hier binnenkort weer terugzien in een verbeterde opstelling.